Sta jij nu stil? Nee, want ik werd nogal aangevallen. Nee, ik word aangevallen door iemand met een raketwerper. Dus nee, ik sta niet stil. Ik heb jou een invite gestuurd. Alert. Fail to join session as you need to finish. Ik moet hem nog echt. Oh. Jezus. Oh my god, oké. Okay. Jezus. Ik moet dus echt die store nog overvallen. Dat kan haast niet anders. Maar ik ben onderweg naar die store. Ik ben er bijna. Oh shit, no! Jesus, I hope they stay kings! Ah! Do it! Get away with this! Something of a big shot, only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine gun. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out, for sure. And now I'm going to Los Santos Customs, think. Ik ga kijken of ik jou kan spectaten. Oh, ja, kan je spectaten. Ah, daar is hij al bij de customs. Ja. Binnen. Komt hij dan? Volgens mij ben ik klaar. Oké, dan ga. Leidschap en dank draaien. Ja. Helemaal alleen. Yeah. Oh. Nou, die stortje komt. Nou, best wel succes. Succes? ik hoor ze. Yeah! Oh yeah! Oh yeah! I'm a winner, baby! Met een controller. Yeah. Oké, dat was het. Dan ga ik kijken of ik naar jou kan, ja? Ik heb je een invite gestuurd via de dinges. Ah, eindelijk. Die stomme tutorials. Nou, ik weet pas met alle zekerheid dat jij dat het is gelukt wanneer ik jouw naam zie opkomen dagen. Oké. Waar ben jij? Ben jij al in de sessie? Als het goed is wel, ja. Oh ja, daar ben je helemaal. Oké, laten we weer opnieuw bij die
Ja. Die pretpark afspreken. Ja. Ik ga helemaal tot aan het eind van die pier. Waar was het ook alweer? Het zit aan de linker onderdelen. Ja. Hoeveel mijl heb je te gaan? Ik ga zo even kijken. Het staat op je minimap als je hem hebt gepland. Ik heb 2.04 mijl. Oh, ik heb 2.35. Auw, vlakbij. We zitten ongeveer dezelfde afstand verwijderd van elkaar wat betreft het pret gouden hoer. Pret gouden hoer. Kom kinders, we gaan naar het pret gouden hoer. Yay! Oké, ik ga juichen als zodra ik jou zie. Ja. Dramatische muziek afspelen. Nee. Alsof je een familielid bent die ik al jaren niet meer heb gezien. Die altijd in Australië heeft gewoond en zo. Ja, precies. Ja. Is hier nog een andere auto in de buurt die ik snel even kan jatten? Kijk of je een scooter ziet. Oh, er zijn wel scooters hier, hè? Dat zijn de Faggio's. Ja. Volgens mij heb ik gewoon genoeg geld om zo'n ding te kopen. Ik moest ook lachen in de story mode als je op een gegeven moment naar Trevor overschakelt, dan zit hij ook op zijn scooter, hè? Ja, weet ik. Dan zit hier die andere gast die waar hij mee rijdt, zit hij de hele tijd te jennen. Scooter brother. Oh, volgens mij zie ik jou voorbij rijden. So close. En ik ga... Ik kom er nou achter dat dat jouw geluid is voor piepende banden in plaats van gegiegel. Dat had ik laatst ook in dat GTA filmpje. Hallo! Is dat jouw auto? Dit is mijn auto. Godsamme. Ik ga. Tot nooit meer ziens. Kan ik erop? Ja, ik kan erop. Waarom zou je er niet op kunnen? Je kan klimmen. Nou ja, niet zoals in GTA 4. Hè? Ik ga bij jou even in de auto zitten. Oké, ja. Dan gaan we even route uitplannen, want dat werkt nog steeds op dezelfde manier. Nee, ik wil niet in mijn eigen auto zitten. Was het niet... Schop ik jou er nou uit? Nee hoor. Nee, oké. Houdt de race dan ook op wanneer iemand anders een andere kapsel heeft? Oh, je zit wel lekker mee te swingen trouwens. Heb ik ook. Wat? Het ziet er niet uit, maar de karakter zit er mee te swingen op de muziek. Oh, ik heb die radio niet aanstaan, dus ik ben in het niks aan het headbangen. Doet het eigenlijk uit. Muziek. Ik heb het volume van muziek gewoon uitstaan. Geen gouden hoer met radio uitzetten. Want iedere keer in een andere auto gaat die radio weer aan. Moeten we even een startpunt hebben? Oké. Een veilig startpunt.